Normaal gesproken werk ik als grenswachter op Schiphol. Daar doe ik de paspoortcontrole. Vandaag sta ik op de vakantiebeurs in Utrecht. Wij krijgen 's ochtends vroeg, voordat we de stand openen, krijgen wij een korte briefing. Daarin wordt verteld wat we voor vragen kunnen verwachten, of er veranderingen zijn in de procedures. Elke dag komen er weer wat nieuwe collega's bij, voor hunzelf ook een klein beeld wat we kunnen verwachten voor de dag. Vandaag informeer ik bezoekers over reisdocumenten. Het gaat over nooddocumenten, visa-afgifte, reizen met minderjarige kinderen of de geldigheidsduur van het reisdocument. Zo komen mensen niet voor verrassingen te staan als ze op vakantie gaan. Je gaat met het vliegtuig? Oké, spannend. Wat ik wel u kan aanraden is, dit is het formulier die u nodig heeft. Deze kunt u op onze website gewoon vinden. De Rijksoverheid staat die ook, op Schiphol staat die. Deze volledig invullen, mits u zeg maar volledig gezag heeft. Als u dat ergens op papier kunt aantonen, is dat het enige wat u mee hoeft te nemen. Er zijn nog twee verschillende ook. Oh, wilt u nog een tasje erbij? Ja, het is, bevalt goed. Het is gezellig. Veel sfeer hangt er hier. Gezellige sfeer vooral. Er zijn heel veel prettige verhalen om aan te horen. Mensen die voluit vertellen waar ze naartoe gaan. Je kan hier gewoon een gezellig praatje voeren. Je hebt hier alle tijd. En op de grens is dat gewoon heel anders. Daar moet alles snel.